Cuco Martina, welk woord samenvat deze avond in jouw ogen? Ja, best wel ongelukkig, ja. Ongelukkig of gewoon heel slecht? Ja, ik probeer een beetje positief te blijven. Moeilijk denk ik wel na zo'n avond. Natuurlijk. We weten dat wij vrijdag al een wedstrijd hebben. Die we moeten ook winnen natuurlijk. Als je wil aanhaken natuurlijk. We hadden eigenlijk een betere resultaat gehoopt hier. Om een goed gevoel te krijgen om op naar vrijdag eigenlijk. Maar helaas is dat niet zo aan orde natuurlijk. Ik snap dat je heel graag naar vrijdag wil, maar ja, je kunt natuurlijk niet zomaar over vanavond heen stappen. Want ja, het is gewoon redelijk beschamend natuurlijk als je tegen een ploeg uit een competitie lager uit de beker gaat. Of ben je het daar niet mee eens dan misschien? Jawel. Precies wat je het zegt. Kijk, ik weet dat we wisten dat zo'n wedstrijden een hele moeilijke wedstrijd zou zijn. Het was niet makkelijk om te winnen, dat wisten we ook. Maar ik bedoel, als je qua kwaliteit en qua club kijkt, met alle respect, moeten we deze wedstrijd gewoon winnen. Ja, dat kun je wel zeggen natuurlijk. Je komt er zelf na 5 minuten al in, omdat natuurlijk Roan geblesseerd raakt. Had je geen rekening mee gehouden? Heeft dat nog gevolgen misschien richting vrijdag? Nee, ik probeer zo fit mogelijk te blijven om vrijdag ook te kunnen spelen. De bedoeling was om eigenlijk niet te spelen. Omdat ik een lange tijd eruit was. En tegen Helmond heb ik uiteindelijk 90 minuten gespeeld. Waar iedereen eigenlijk niet op had gehoopt. Maar uiteindelijk heb ik het wel gewoon gedaan. En uiteindelijk zou ik eigenlijk niet spelen om rust te krijgen. Om eigenlijk zo fris en fit mogen te blijven voor vrijdag natuurlijk. Maar helaas een ongelukkig moment met Roman en aan het spelen, waardoor hij eerder af moest en ik moest wel gewoon erin komen. Maar vrijdag kun je wel gewoon starten weer? Ja, ik voel me goed. Als de trainer natuurlijk voor mij kiest natuurlijk, dan sta ik er. Nou, dat is in ieder geval nog gelukkig een klein beetje goed nieuws deze avond. Ja, je komt erin. Hoe voelt het dan op het moment dat je invalt? Heb je dan nog wel, voel je dan al dat zo'n wedstrijd uit je handen glipt misschien? Nee, dat eigenlijk niet, want we wisten dat ze proberen. Ja, ze kwamen wel een paar keer goed door. En toen ik erin kwam, probeerde ik het een beetje vast te houden natuurlijk. Maar ja, ze bleven maar doordrukken natuurlijk, vooral in de eerste helft, waardoor ze een paar keer goed uitkwamen. En ja, ze hadden een paar lopende spelers die door de as heen liepen natuurlijk, waardoor eigenlijk de goal eigenlijk kwam. Ik ga een suggestieve vraag stellen, Cuco. Het lijkt erop alsof je heel goed past op je woorden. Ja, je ziet het goed. Je staat een beetje te koken misschien van binnen, denk ik. Ja, zeker weten. Hoe was dat net in de kleedkamer? Heb je toen ook je mond kunnen houden of was dat ook lastig? Nee, daar ben ik wel eventjes... heb ik iedereen gewoon de waarheid gewoon gezegd. Want ik vind dat dat hoort. En ik moet en ik mag. En iedereen hoort gewoon eerlijk te zijn tegen elkaar. Vooral in deze tijden natuurlijk, vind ik gewoon dat je gewoon eerlijk kan zijn. Ja, en als je dan eerlijk bent en je kijkt bijvoorbeeld ook naar de supporters die hier natuurlijk weer 2 uur in de regen staan. Als je eerlijk tegen hun wilt zijn, wat wil je dan eventueel zeggen? Op dit moment kan ik dat niet zeggen nu. Nee, maar wat zou je tegen hun willen zeggen? Of kun je dat ook niet? Ja, ik zeg, hun zullen ook, ja, kun je misschien niet helemaal eerlijk zijn, dat zeg je al, maar... Nee, kijk, ja... Er was wat consternatie over, ja, hebben ze nou eigenlijk publiek wel bedankt? In ieder geval, dat hadden de supporters in het uitvak een beetje het zo. Richting de sport is wel gestuurd. Ik ben zelf ook gegaan. Iedereen is wel gegaan. Geen klappen, sorry gezegd, want het is eigenlijk een schande om zo te verliezen natuurlijk. Kijk, als je zoveel kansen creëert en je scoort het niet. Tegen Helmond was ook het probleem. We creëren zoveel kansen, maar we krijgen niet net de geluk waar we kunnen scoren. En nu precies hetzelfde. Tweede helft hebben we het heel goed opgepakt. Maar ja, het ging er maar niet in. En natuurlijk, het spijt me echt dat de supporters zo lang in de regen hebben gestaan. En uit ons probeert te supporten natuurlijk. Maar ja, ik schaam me wel ervoor, om eerlijk te zeggen.
Het gaan nog twee pittige dagen worden, heb ik het idee, tegen de richting de Graafschap. Nee, daarom. Daarom probeer ik gewoon op zijn minst positief te blijven. Dat, ja, we kunnen niet te lang treuren in dit moment nu. We moeten natuurlijk, vandaag kun je treuren, maar morgen moet het ook klaar zijn. Want vrijdag staat al een hele belangrijke wedstrijd, dat we die moeten winnen natuurlijk. Zet ze op scherp, Kuko. Ik ga hem best doen.